Oké. With the Future is mijn bedrijf. Ik ben een jaar geleden heb ik een onderzoek afgerond in Den Haag in opdracht van meerdere ministeries. En het ging over de toekomst van 2050, de toekomst van Nederland in 2050. Op dit moment, dat heb ik afgerond met een boek. Dat is altijd het idee daar, dat je een onderzoek doet van een jaar of drie. Daar schrijf je een publicatie over. Die is door jullie allen te downloaden in het Engels en Nederlands gratis. Want het is mede mogelijk gemaakt door jullie belastinggeld. Top onderzoek gehad heb ik. Maar goed, dus op die manier geef ik dat dan ook weer terug natuurlijk aan de mensen. Horizon Scan 2050 is genoeg. Als je dat intypt, dan kom je daar vanzelf. Vandaag zijn wij op een festival. En dat vind ik echt te gek. Dank voor de uitnodiging, sowieso. Wat ik zelf, waar ik op dit moment druk mee ben, dit is het boek. Dat ziet er zo uit. Op de website van Stichting Toekomstbeeld der Techniek of andere pagina's online kan je het boek bestellen. Maar ook via de stichting zelf. Daar doen ze sinds 68 onderzoek naar de toekomst. Ik heb daar ook een onderzoek mogen uitvoeren. Op dit moment ben ik 2 dagen in de week actief op de Keuvel in Amsterdam-Noord. Ik kom zelf uit Amsterdam. Misschien kennen mensen deze broedplaats, geheel duurzaam ingericht, net boven het IJ in Amsterdam. Love it. Ja, hè? Ik zou willen dat ik er mocht wonen, maar ik mag er alleen maar werken. Dat zijn allemaal oude woonboten op het land getrokken. Die waren eigenlijk afgekeurd, rijp voor de sloop. En dat hebben zij, en meer van dat soort initiatieven, hebben geleid tot een hele mooie plek. Dus mocht je ooit in Amsterdam zijn, kom langs. Mail me, geef ik je een rondleiding daar. Daarnaast ben ik ook 3 dagen in de week werkzaam op de Universiteit van Amsterdam, op het onderwijslab, en hou ik me bezig met de toekomst van universitair onderwijs. Ja, plaatje met Ivonie vond ik wel grappig. Ik ben ooit uitgenodigd, naar aanleiding van mijn onderzoek, aan tafel bij hem in de Tros TV-show. En dat was een hele ervaring. Maar goed, daar gaan we het voor de rest nu niet over hebben, maar ik vind het toch wel leuk om te noemen. Programma vandaag, heel kort. Ik heb maar een half uur futurologie. Wat is dat? Futurologie / toekomstonderzoek. Zit een klein verschil in. Daar ga ik niet heel veel dieper op in. Komt om en erbij op hetzelfde neer. De grootste uitdagingen van de toekomst, die stip ik heel kort aan. Daar ga ik normaal dieper op in. Maar gezien de tijd en de vraag om het benadrukken van de mens in 2050, ga ik daar ook niet heel veel tijd aan besteden. En tot slot, wat is mens zijn nog in 2050? Het grappige is dat Peter Paul Verbeek, volgens mij nog niet aanwezig, die is onderdeel geweest van mijn stuurgroep in Den Haag, waar ik dat onderzoek heb gedaan. Daar verbindt zich altijd een grote stuurgroep als achterban aan het onderzoek. Ik ben daar projectleider geweest en Peter Paul Verbeek was een van de ethisch, filosofisch, technisch denkers die mij in dat proces heeft bijgestaan. Even, wat is out of the box denken? Ik denk dat ik dat op deze plek aan deze mensen niet expliciet hoef uit te leggen, maar de paperclip, ons allen wel bekend van, waar gebruik je een paperclip voor? Papier bij elkaar houden, inderdaad. Dat is in ieder geval de eerste associatie over het algemeen. Maar wat kunnen we nog meer met een paperclip? How to make an iPhone, iPod stand from paperclip. Just like this. Okay, here goes. Easy. One. Two, three. Three-step process. And it's done. Kind kan de was doen, zeg ik altijd maar zo. Mocht je op reis zijn naar Berlijn, 6 uur in de trein, kan heel handig zijn met een paperclip. Waar het om gaat, is dat op het moment dat je je beseft dat je meer dingen kan doen met dat wat je gewend bent, dat het de wereld groter maakt of dat openingen biedt. En dat je je daar niet altijd van tevoren bewust van bent. Mocht je nou meer willen weten wat je met een paperclip kan doen, dan is er een speciale site waar meer dan 150 mogelijke acties met een paperclip op staan. Om die mind te trainen in wat er nog meer mogelijk is met dingen die je daar normaal niet voor zou bedenken wellicht. Out of the box denken. Mag heel ver. Kan dichterbij. Mijn 2050 vroeg om iets verdere kijk dan dit. 2050 is dermate ver weg dat je niet snel blijft denken in lijn der verwachting. Er zijn veel onderzoeken die zich richten op 2020. Dat is wat mij betreft te dichtbij. Ik vind het moeilijk om dan los te komen van het denken in nu. Van het denken van nu. Maar 2050 is ook weer niet zo ver weg dat ik dood ben. Tenminste, en ik denk dat alle mensen hier over het algemeen, jong en oud, dan de mogelijkheid hebben om nog in leven te zijn. Gezien de technologische ontwikkelingen waar we op afstevenen.
2100 is dan weer nog een stap verder. Wij hebben ons willen richten op precies dat stukje daartussen. Even ter vergelijking. Die computer hierachter, waar de beste man voor zit. Dat is de computer die in 1969 is gebruikt toen er twee mensen door de NASA naar de maan werden gestuurd. De iPhone die we nu in onze zak hebben, heeft al meer computing power dan die hele computer die destijds is gebruikt. Dus dat je dat even beseft. Tweede voorbeeld daarvan, de IBM supercomputer uit 1997. Inderdaad, dat zijn dus al die kasten achter elkaar. Tot ver in de ruimte. Die kostte miljarden dollars. De PlayStation 4, afgelopen jaar uitgekomen, $300 te koop, heeft 150 keer meer computing power dan die hele IBM supercomputer het is pas 97, hè? Dat is vrij dichtbij. Maar ook hier, de iPhone 6, heeft inmiddels alweer 40 keer meer computing power dan de eerste iPhone. De wet van Moore, Moore's Law, die betekent dus dat de techniek exponentieel groeit. Exponentieel tot de macht 30 weliswaar. En dat, nou ja, dat gaat zo snel dat je op een gegeven moment misschien wel een terugklap hebt. En dat we zitten al vrij ver bovenaan. Dus in plaats van lineair 30 stappen vooruit, ga ik elke keer ook nog 30 stappen naar boven. Nou, daar is dit een voorbeeld van. Daar zijn dit voorbeelden van. Wat is futurologie? Even kort. Of toekomstonderzoek. Toekomstonderzoek richt zich met name op de methodologie van het onderzoek doen naar toekomst. Futurologie, futurologists richten zich ook op de invulling van die toekomst. Dus die doen echt meer ook onderzoek naar content, los van de methode. Toekomstonderzoek is het vermogen, de vaardigheid en de kunst om toekomstige ontwikkelingen te beschrijven, te verklaren, te verkennen, te voorspellen en of te interpreteren als mede de consequenties daarvan in te schatten voor beslissingen in andere acties in het heden. Dus wat moeten we nu doen om ons voor te bereiden op dat wat komen gaat? Ik voorspel niet de toekomst, ik verken de toekomst. Dus ik hoop dat heel veel dingen wat in mijn boek heb opgenomen, dat klopt. Maar je hoeft me er niet op vast te pinnen. Dat scheelt mij ook weer een hoop problemen, denk ik, in de toekomst. Dit zijn de Grand Societal Challenges. Ik heb mijn onderzoek opgehangen in die 3 jaar aan de 6 grootste maatschappelijke uitdagingen voor Nederland. En die heb ik weer weggeplukt als het ware, maar dan de meest relevante voor Nederland daarvan uit de Lund Declaration uit 2009 van de Europese Commissie, die zich ook beroepen op een aantal grote uitdagingen waar we als Europa ons mee bezig moeten houden. Nou, deze zijn wat dat betreft voor Nederland in ieder geval relevant. Ik loop ze kort langs en dan eindig ik uiteindelijk bij langer en anders leven. Want wat zijn de implicaties van de ontwikkelingen richting de toekomst voor ons mens zijn? Dit is de eerste challenge, schaarste. En daarmee eigenlijk ook begin ik met het meest positieve nieuws van de dag. En dat is dat op basis van mijn onderzoek, wat ik heb gedaan met 100 wetenschappers en 250 mensen als u en ik aan tafel. Los van dat je ook wetenschapper bent, heb ik met heel veel andere mensen aan tafel gezeten om te kijken wat denken zij op basis van die challenges en de trends en signalen die ik heb onderzocht van de mogelijke toekomsten. Hoe zien zij die toekomsten voor zich? Schaarste van water, grondstoffen, energie is geen probleem meer in 2050. Dat is een beetje de trend waarin mensen eigenlijk denken op dit moment, ongetwijfeld beïnvloed door media, door bronnen, door informatie die ze tot zich krijgen, onder andere bijvoorbeeld van tegenlicht. Ik weet niet of we hier vervente tegenlichtkijkers zijn. Ik wel. En daar komt heel veel terug ook over abundance, hè, overvloed. Schaarste als zodanig, scarcity, is niet in 2050, sterker nog over 10, 15 jaar, hebben we geen tekort meer aan energie. En op het moment dat er geen tekort is aan energie, zijn er weinig andere tekorten. Omdat je met een overschot aan energie veel zaken kan oplossen, zoals het ontzilten van water, om een voorbeeld te noemen. Biomassa als vervanging van alternatieve vervanging voor fossiele brandstoffen is daarin ook een voorbeeld. Dus daar wordt heel positief over gedacht. De wereld is best wel positief als het gaat om schaarste. De volgende, klimaatverandering. Daar zijn we dus weer extreem negatief over. Terwijl je zou denken, daar moet een soort samenhang zijn tussen klimaatverandering en schaarste. Voor nu, het onderzoek tot nu toe wijst uit dat over klimaatverandering wordt ons eigen menselijk handelen wordt daar verantwoordelijk voor gehouden. En wij als mensen kunnen niet heel veel anders dan misschien wat we nu doen.
Wat dan wat binnen ons bereik ligt. Terwijl schaarste, de problematiek van schaarste, daar wordt de oplossing gevonden in de technologie. Dus de technologie gaat ons helpen om van die schaarste af te komen. En bij klimaatverandering zien we dat perspectief nog niet, op de een of andere wijze. Nogmaals, het heeft ook heel erg te maken met wat we als informatie tot ons krijgen. Dan hebben we ook nog demografische veranderingen. Dus 1,2 miljard mensen die op dit moment in de developed countries wonen. En de, wat is het, zo'n 6,5 miljard in de less developed countries. Dat zal in 2050 qua inwoneraantal in de developed countries hetzelfde blijven. 1,2 miljard om en nabij. Terwijl in de less developed countries, de onderontwikkelde landen of ontwikkelingslanden, daar wonen dan inmiddels zo'n 7,9 tot 8,2 miljard mensen. Om ook dat verschil tussen rijk en arm aan te geven. Die ontwikkelingen daarin richting 2050 met een wereldbevolking van 9 tot 11 miljard zou een vrij nog meer uit balans geraakte situatie opleveren. Ook daar zijn allemaal andere dingen over terug te vinden in die publicatie, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Nieuwe connectiviteit, nou, dat zal ons ook niet vreemd zijn. Nieuwe wijze van waarop we ons verbinden met elkaar. En daar ga ik straks wat dieper op in nog. Mondiale machtsverschuivingen. Dus de BRIC countries, Brazilië, Rusland, India, China leveren steeds meer bij aan onze wereldgrowth, aan de groei van de wereld, zeg maar. Maar zij blijven op het gebied van hun eigen te besteden geld, blijven ze heel arm. Dus ze dragen steeds meer bij aan onze welvaart, kan ik beter zeggen. Maar ze hebben daardoor niet meer te besteden zelf. Dat zie je aan die bollen, hoe ontzettend scheef dat nog blijft. En dit is van nu en dat wordt richting toekomst steeds meer. Dat betekent natuurlijk ook dat er nodige dat er wel machtsverschuiving ontstaat en daarmee de nodige strijd. Ook daarover op een ander moment meer. Nu zijn we bij de challenge waar het ons denk ik vandaag meer om gaat. En dat is langer en anders leven. De nadruk ligt hierbij op de technologische ontwikkelingen. Omdat ik denk dat dat voor vandaag heel relevant is. Maar er is meer dan techniek uiteraard wat hierbij een rol speelt. Wie kent Ray Kurzweil van de Singularity University? Oké, nou, dat komt goed uit. Ik ga jullie even voorstellen. Dit is Ray Kurzweil, de helft. Hè? Laten we wel wezen. De beste man die heeft een Singularity University opgezet in Silicon Valley. En waar Google ook zit en dat soort grote bedrijven. En die veronderstelt dat je in 2040, en dat is al iets weer bijgesteld naar beneden, dat je je brain kan uploaden. Deze man wil heel graag, laten we zeggen, onsterfelijk worden. En ik denk dat het in die term onsterfelijkheid ook gelijk een hele mooie discussie zit. En die hoop ik vanmiddag ook nog bij andere sprekers terug te horen. Want wat is onsterfelijkheid? Moet je daarvoor in levende lijven op de wereld blijven? Of is het uploaden van je brain datgene wat jou onsterfelijk kan maken, datgene wat jou onder de mensen houdt. Goed, hij is daar heel erg fan van. Ik had zelf bijvoorbeeld verwacht dat Ivonier daar ook heel erg fan van was. Maar dat is niet zo. Dus dat is dan weer even wat informatie voor achter de hand. Dan, we gaan even, dit noemt hij dus ook wel het post-biological era. We gaan voorbij aan de biologie en we naderen een tijdperk van technologie die inderdaad misschien niet ons verovert, maar laten we bijna zeggen van binnenuit ons wel op een bepaalde manier zou kunnen overnemen als je het zo wil stellen. Ik heb naast de verschillende Grand Societal Challenges heb ik ook een heel aantal Signals for Change. Die challenges zijn eigenlijk niet zo heel erg verrassend geweest. Hè? Klimaatverandering is niet zo heel erg verbazingwekkend dat dat een van de grootste uitdagingen nog steeds is. Deze misschien al wel weer iets meer. Wat als we langer en een stuk en heel anders gaan leven? De signals for change die hier omheen staan zijn die signalen die mogelijk tot andere wendingen kunnen leiden dan die, ons nu, dan die we nu kennen. Of dan waar we een beetje van uitgaan nog steeds. En dan beginnen we even bij de nanochips voor monitoring en identificatie. Ik moet zeggen dat een aantal van deze vooral technologische ontwikkelingen inmiddels al in ontwikkeling zijn. Ik ben hier 2,5 jaar geleden mee bezig geweest om deze informatie te verzamelen. En op het gebied van techniek is dat dus bijna niet bij te houden. De nanochip, er is op dit moment een groot onderzoek gaande met een aantal
bejaarde medemensen, of ouderen moet ik natuurlijk zeggen. En die hebben zo'n nanochip ingeslikt en die hebben een iPad gekregen. En die kunnen dus hun eigen situatie van binnen bijhouden als even zo goed kunnen de artsen dat, hè, op afstand. Dus dat betekent dat je de kwaliteit van je bloed kan meten. In sommige nanobots of nanochips zitten kleine robotjes, in andere zitten kleine cameraatjes. Dat alles meet je inwendige staat van zijn. En dat kan betekenen dat je op tijd bijvoorbeeld verstijving van cellen, wat kanker zou kunnen betekenen, in de gaten kan hebben. Of te weinig bloedlichaampjes van dit of dat. Dat zijn allemaal dingen die een rol spelen. Dan hebben we de nanosupermarkt, misschien bij jullie wel bekend. De nanotechnologie, wat voor effecten kan dat hebben op het moment dat geïmplementeerd wordt in onze samenleving? Dit is een fictief filmpje, maar stel je voor dat dit het geval is in 2050. Iets dikkere lippen krijg je met nanostick. Daar kies je dan even voor. Nou, dit is het zaakje. Al kleurveranderingen in de kamer. Nou, dat is een voorbeeld van wat je misschien binnenkort mag verwachten. Op een bepaalde manier gebeuren dat soort dingen al. Alleen het gaat om de mogelijkheden van de nanotechnologie die dat soort zaken nog veel makkelijker maken. Een ander is de skin embedded screen. Ik ben daar zelf best wel fan van. Denk ik nu. Dat je dus je telefoon niet langer in je zak hebt, maar onder je huid. Dit is er weliswaar eentje die is geprojecteerd op je huid. Dus nog niet skin embedded. Maar dit is wat ik toch even wilde laten zien. Ze hebben hier een crowdfunding voor gedaan op Kickstarter, geloof ik. Dit filmpje is fictief, maar deze Secret Bracelet is inmiddels in ontwikkeling. Dat even ter introductie van deze ontwikkeling. Een ander signaal wat heel erg van belang zou kunnen zijn. En wat ik ben tot een top 10 gekomen van een aantal signalen die ontzettend vaak zijn teruggehaald door die 250 mensen in die workshops. En dit is echt een extreem belangrijke geweest. Zelforganiserend en geheel zelfvoorzienend leven. Dat zien mensen echt als de uitkomst voor de toekomst. Dus steeds meer, dat hangt samen met het wantrouwen wat we hebben in het politieke systeem, in het politieke bestel van vandaag de dag. Democratie, mooi, maar hoe het nu wordt georganiseerd, liever niet. Een van de oplossingen is toch meer zelf in de hand mogen nemen van je leven. En daar hoort deze bij. Wat is hiervan het effect ook op ons mens zijn? Eén manier is, heeft ook heel erg te maken met klimaatverandering. Op het moment dat we niet meer kunnen wonen op de plekken waar we willen, dan zullen we daar iets anders voor moeten verzinnen. En dan hebben we te maken met arkeologieën. Dit is water. Dit is hier wordt werkelijk aan gebouwd en in ieder geval heel erg intensief ook over nagedacht. Dit zijn namelijk woonunits voor 50.000 mensen. Een beetje middelgrote stad. Waar je dus alles doet. Wonen, werken, eigenlijk is dat je leven. Wordt dat je leven? Zeker op het moment dat het leven op de aarde niet meer mogelijk is. We hebben genoeg water op deze planeet. Misschien moeten we fictief onze nieuwe eilandjes gaan creëren. Of fictief niet, nu fictief, maar moeten we dat in de toekomst gaan doen om die aantallen mensen nog genoeg ruimte te bieden. In het ergste geval, als de lucht zo dusdanig vervuild is, zou je ook nog kunnen denken aan compleet afgeschermde woonunits. Een ander is van fysiek naar digitaal. CD-verkoop als voorbeeld loopt natuurlijk giga terug, maar Spotify en dergelijke, dat heeft een enorme vlucht genomen. Uber, Airbnb blijven zaken waarvoor je moet betalen. Kennen we night swapping al? Het is dus het ruilen, het opbouwen van credits. Dus in plaats van ik ga naar mijn moeder een weekendje om haar eens op te zoeken, ik verhuur mijn huis.
voor 2 nachten, dan bouw ik credits op om met die 2 nachten weer over een maand in Rome te kunnen verblijven bijvoorbeeld. Dus daar komt geen geld meer bij kijken. Dat is echt het echte sharing is caring, zou je kunnen zeggen. Van bezit naar toegang worden steeds minder rijbewijzen aangevraagd. In Berlijn loopt dat ook aanzienlijk terug, omdat het niet langer gaat om, om het hebben van een auto. Dat is we rijden liever mee, over sharing is gesproken. Ten tweede, de komst van de zelfrijdende auto, die neemt zodanige vlucht dat we waarschijnlijk geen rijbewijzen meer nodig hebben ook. Want dan laten we ons rijden. Dat soort zaken, wat zich allemaal online afspeelt, uiteraard, heeft wel heel veel te maken met vervolgens de big data verzameling. Predicting behavior, voorspellen van gedrag. Op basis van die kennis die wij eigenlijk overdragen aan mensen. Vaak onbewust kunnen diensten zich aanpassen aan onze wensen. Maar kunnen we ook misschien wel gecontroleerd worden. Zaken die een rol gaan spelen in de toekomst, des te meer. Op het moment dat we niet meer genoeg ruimte hebben in het echte leven en toch steeds meer ook naast het delen van informatie ons leven willen doen afspelen virtueel. Dit soort zaken bestaan al in veel musea's bijvoorbeeld. Ook in Amsterdam op straat kan je met een app extra beeldschermen, visie op bepaalde oude gebouwen kijken. Dus de merging van real en virtual worlds neemt ook in de toekomst steeds meer een vlucht. Dan hebben we het echt over een exponentiële vlucht. Het gezonder worden van je lichaam, las ik vandaag nog in Science Daily, gaat gecombineerd worden met het hebben van een avatar. Die dus jou online dusdanig gaat stimuleren dat je je fysieke lijf ook actiever gaat benutten. En nu komen we bij het gedeelte wat ik zelf ontzettend leuk vind. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, niet zo heel veel meer denk ik. De brain-computer interface en in combinatie met de bionic arm. Dit is een vrouw die is haar hele leven lang al verlamd. En zij heeft door de technologieën van vandaag de dag de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer zij een kopje koffie wil drinken. Ze heeft een zwart kastje op haar hoofd. En door middel van die deep brain stimulatie, is diep ingebracht in haar hersenen, kan zij zelf met haar gedachten of hersengolven een arm aansturen. You're watching the most advanced brain-machine interface in action. Cathy Hutchinson is paralyzed and unable to speak, but just by thinking she's able to control the movements of this robotic arm and drink her morning coffee. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US. People who are paralyzed have their brain disconnected from their body, so they're not able to go out and do everyday things that you and I can do, like reach for a glass of water or... Reach for a glass of water? Op het moment dat ik het naar mijn neus breng, wordt het ook lastig, hè? Dus zie je, sommige mensen zijn een beetje bang voor. Dus ik denk, wat zij denkt enkel aan het sturen, ze stuurt iets aan, dat net zo goed als dat ik mijn arm nu aanstuur, om dit glas water tot me te nemen. Als ik het hier doe, dan gaan we een andere show krijgen op het toneel dan wanneer ik... Wat zeg je? Oh, met een warmer. Oké, dus op het moment dat ik mijn water over de microfoon gooi, dan krijgen we een andere show. Sorry, ben ik nu goed verstaanbaar? Oké. Even met het idee dat je dus uiteindelijk dezelfde golven, dezelfde gedachten gebruikt om het alleen technologisch aan te sturen. Wat deze vrouw natuurlijk een te gek toekomstperspectief biedt, omdat ze eindelijk niet meer hoeft te vragen om haar kopje koffie, maar dat zelf kan doen. Een andere is de brain-to-brain interface. Dit was dan een brain-computer interface. Brain-to-brain aan de Universiteit van Harvard. De onderzoeker op links die heeft zijn brein, zijn golven, zijn gedachten, hoe je het noemen wil, geconnect met het brein van de rat. En die rat ligt onder narcose. Met andere woorden, die is er niet bij. Zijn staart hangt los. En op het moment dat die onderzoeker genoeg denkt, hard genoeg denkt aan het bewegen van die staart, zul je ook zien dat die staart beweegt. Een heel klein tikje weliswaar, maar toch, het feit dat het kan is denk ik bijzonder. Ze zijn er op dit moment mee bezig om dit ook van hersenbrein tot hersen, tot menselijk brein te testen. Let op hoor, want het gaat dus om dit gedeelte. Hij denkt. Hij denkt nog harder. Hij denkt ja. En hij zorgt dus met zijn gedachten dat die staart in beweging wordt gebracht. Nou, als we lang genoeg wachten, gebeurt dat nog een keer, maar ik denk dat het beeld duidelijk was. Dit is de brain-to-brain. Daarbij zit uiteraard een computersysteem nog steeds tussen ons. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, is dit ook à la
onze vroegere telepathie, of vroeger, misschien dat mensen daar nu nog steeds iets mee kunnen. Maar dan technologisch, zo zou je mogen zien. Wat dat betekent overigens voor onze manier van communicatie, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. De voordelen kunnen zijn dat je op het moment dat iemand verlamd is, iemand zou kunnen aansturen. Ook dat op het moment dat zo'n Project X, weten we dat nog, in Haren, dat we al die mensen even hups de andere kant op zouden kunnen sturen met onze gedachten. Dat zou misschien op bepaalde momenten ook handig zijn. Uiteraard maakt dat het ook heel beangstigend. Is dat wat we willen? En wat als dat gehackt wordt? Wat als iemand mij gaat aansturen of mijn gedachten bepaalt op het moment dat ik dat niet wil? Tegelijkertijd weer puntje voor de discussie. Gebeurt dat nu niet ook al met reclame? In hoeverre word ik onbewust ontzettend beïnvloed? Vraag ik me dan geregeld af. Artificial intelligence, autonomous thinking. Dit zijn robots. Wat nou als een gedeelte van die robotica in ons lijf zit? Daar dreigt het op af te gaan. Is een keuze. Vraag of je dat nog een keuze kan noemen is ook weer een puntje voor discussie. Want in hoeverre zijn wij... hebben jullie die documentaire van Frans Bromet gezien? Uit 1999, die dan op straat de mensen gaat vragen of ze bereid zijn om hun mobiele telefoon te nemen. Hè? Of ze dat voor zich zien, en dat is 15 jaar geleden. Of ze voor zich zien dat ze met een mobiele telefoon op zak lopen en wat het allemaal in gaat houden. En het merendeel van de mensen was er heilig van overtuigd dat ze dat toch echt niet gingen doen. Want ze hebben een telefoon, we hebben een brievenbus, we hebben een antwoordapparaat, we hebben een fax. En we hebben een buzzer, want mijn moeder lag in het ziekenhuis, zoiets. Dus als het echt nodig is, kan ik op die manier nog wel opgepiept worden. Of een pieper. En zie daar, wie heeft geen telefoon in de zaal? Vingers? Exact. We gaan door. Dan, stel dus dat deze techniek in ons zit. En dat is ons overkomen, want we hebben dus niks aan kunnen doen. Dan zou dat ook hele mooie voordelen kunnen hebben. Want misschien dat we op een bepaalde manier ook wel veel meer kunnen dan wat we... nu kunnen. Van MIT University zijn ze dus hiermee bezig. Dit is een cheetah. En die denkt zelf, als hij denkt, zo geprogrammeerd, dat het lijkt of die cheetah zelf het denkt. En bepaalt hoe hij over deze blokken moet springen die voor hem worden gezet. En de film Avatar hebben we waarschijnlijk ook op ons netwerk. Er zitten natuurlijk ook bepaalde... mogelijkheden bij die je als mens dan plotseling zou kunnen. Dat is even meer technische verhalen achter. Maakt eigenlijk niet uit hoe hoog of op welke manier er iets voor de cheetah wordt gezet. Door middel van de laser kan hij altijd bepalen hoe hoog en vanaf wanneer hij moet springen. Gelijk aan hoe het brein werkt. Nou, nu nog even. Without the script. Dus nou is hij compleet ontkoppeld van de draden. Waanzinnig, toch? Het heeft niet eens een hoofd. Oké. Ik vind dit echt te gek. Dit wordt ook al veel gebruikt bij de... vooral in Amerika. In de war zones hebben ze verschillende robots. Een soort paardachtige robots ook. Die daar heel stabiel kunnen staan. En bommen ontmantelen, et cetera. Wat algemene dilemma's. Aan de ene kant fascinatie. Aan de andere kant angst. Autarkie. Zelfvoorzienend of globalisering of en-en. Bottom-up en top-down bewegingen. Willen we ons juist aangestuurd laten worden van bovenaf of willen we het steeds meer zelf doen? Nivellerende en denivellerende effecten. De vrijheid enerzijds, dus de hang naar vrijheid. En aan de andere kant, als het heel vrij wordt gehouden, wat betekent dat dan voor wie mij kan hacken? Dus ook ergens die controle willen houden. Incrementele, geleidelijke of revolutionaire ontwikkelingen. En als het gaat om mens zijn, dan wil ik eigenlijk eindigen met de dilemma's. En ik denk dat Peter Paul onder andere daar ook nog wel op in zal gaan en een aantal andere sprekers. Want mens zijn is leven volgens je eigen besef. Wanneer dat eigen besef van buitenaf, artificieel of met tech, wordt beïnvloed, wie is dan nog verantwoordelijk voor onze daden? En ik denk dat dat een hele interessante en een hele beangstigende vraag is. Want in hoeverre... wie kan ik dan verantwoordelijk houden voor gedrag of voor acties die ik heb ondernomen?
Die angst om grip op techniek, op technologische ontwikkeling kwijt te raken, wordt steeds groter. Wij initiëren zelf zo'n cheetah. Maar wat nou als dat straks die beïnvloeding van die cheetah nog onmogelijk is? Wij initiëren zelf om een grip op ons brein te hebben. En wat nou als dat brein artificieel zo slim wordt dat het ons mensen gaat overmeesteren? We kunnen aan de ene kant steeds moeilijker zonder, maar het wordt ook steeds moeilijker om met die technologie samen te leven. Dus er zit steeds een soort discrepantie in. En ik denk dat het belangrijkste is dat je de waarden en normen van het mens zijn, dat je je beseft dat dat onherroepelijk verandert als tech zodanig opgaat in de mens, dat we niet meer altijd het verschil kunnen zien met de biologische pure mens, om het zo te omschrijven. En ik denk dat dat vraagt om op een gegeven moment misschien wel met nieuwe waarden en normen te komen, of om in ieder geval te beslissen dat de vaststaande normen en waarden die we hebben, die we ons mens zijn toekennen, dat we dat loslaten. En dat we niet star moeten blijven in dit is gewoon wie we zijn en techniek of niet. Ik kijk daar niet langer naar om. Het is volgens mij heel belangrijk om je te beseffen wat deze techniek voor invloed heeft. Om je daar niet op blind te staren, maar om je er ook niet van af te wenden. En om dus hopelijk wel een keuze te kunnen maken. Dus op het moment dat je zegt, met die telefoon ben ik meegegaan zonder dat ik dat doorhad. Ik heb ook een mobiel, terwijl het beeld overal toen was dat we dat niet allemaal wilden. In hoeverre zijn we in staat om straks nog te beslissen dat we misschien niet zo ver mee willen gaan? Ik denk dat het besef van die techniek, dat het belangrijk is om dat in je achterhoofd te houden. Dat die techniek extreem snel gaat en extreem veel invloed heeft. Bon, dat was hem. Merci.